Ja, gretigheid. gretigheid. bij vermogende particulieren is, de, de, de honger naar rendement is, is ongekend. Ik, ik verbaas me daar heel vaak over. Dan zie ik weer zo'n uh, verhaal bij jullie of in de krant over. Uh, en kijk eens, uh, nou ja, mijn, mijn favoriete column onderwerp, Harry Mens, ja, kijk eens wat voor gelukzoekers daar zitten... En, en die er toch in slagen om miljoenen uit de markt uh, te halen, ja, het is, het is werkelijk verbijsterend. Uh, daar, prik je, daar prik je zo doorheen als je zo'n prospectus leest en je, hoort, je, je, je ziet die mensen, de onbetrouwbaarheid straalt er vanaf, en toch uh, weer honderden beleggers die erin, uh, die erin trokken. Welkom bij Quote's podcast serie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verhul, redacteur bij Quote. En naast mij zit Paul van Riesen, de hoofdredacteur. Vandaag de gast in de Ventuno Sky Lounge is Robert de Boek. Paul, waar ben jij nieuwsgierig naar? Nou, Robert is de oprichter van Antea Participaties, een private equity partij uit Den Haag. Maar onze lezers, de lezers van Quote, kennen hem waarschijnlijk als de uitgesprokenste columnist, waarschijnlijk uit de geschiedenis van het blad. Iemand die grossiert in boze brieven, kunnen we wel zeggen. En het leuke van Robert vind ik dat elke keer als er weer een boze brief binnenkomt, lijkt hij er blij van te worden. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd waar die tegendraadsheid vandaan komt bij de man. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Um, dat later, want we beginnen met de vraag: Wanneer realiseerde je dat je jezelf miljonair mocht noemen? Oh, dat, 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 dat lees ik vaak in, die, in uh, die rubriek bij jullie, maar ik heb geen flauw idee, daar ben ik, nooit, ben ik nooit mee bezig geweest. Ik zou ook echt niet weten wanneer dat moment was. was ook niet dat we dat groot gevierd hebben, want, gevierd hebben, want ik heb geen idee wanneer het, uh, wanneer het was. Nee, echt niet, ik zou het niet weten. Want je, je werkte bij staalbankiers, en had je een keurig bankiersalaris, wat verdiende je daar? Oh, nou, dat is al zo lang geleden. We bestaan bijna 25 jaar, uh, Paul. Uh, nou, daar kon ik prima van, uh, van rondkomen. Er was geen slecht salaris. Ik zou niet meer weten wat dat. Dat uh, was in ieder geval in guldens. Um, slecht was het niet. Ik had zelfs ook een deel variabele beloning uh, bedongen. Want ik riep, ja, in. Uh, Private equity uh, is dat toch gebruikelijk winstdeling? Nou ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk binnen zo'n bank, want ja, dat was onbekend. En schalen en uh, CAO's en Achmea, en noem maar op. Staal was uh, later uh, in de latere fase onderdeel van uh, Achmea. Dus uh, nee, ik mocht daar niet uh, over klagen. En er is ook nooit een motief geweest, uh, geld, om, om die verzelfstandiging, want we, ik heb de activiteit gekocht via management buyout van de bank. Maar dat heeft nooit een financieel motief gehad. Belangrijkste reden is dat ik de, mijn eigen toekomst in eigen handen wilde, wilde houden. Ja, ik zag dan binnen Staal weer een mislukte iemand vanuit een positie binnen Algemeen ja, ingevlogen worden als directeur van, uh, van Staalbankiers. Ja, daar moest dan ook een plekje voor gevonden worden. Ik dacht, nou, de hel op aarde als ik aan zo iemand uh, zou moeten uh, rapporteren. Nou, ik had het geluk dat dat gelukkig niet hoefde. Maar ja, dat is altijd wel de, de, de dreiging. En uh, ja, het geheugen van organisaties is kort. Uh, ja, al is meneer De Boek nou twaalf jaar heel succesvol, uh, als meneer uh, B binnenkomt vliegen, als uh, mislukt uh, nieuwe directeur binnenstaat en ik moet daar aan gaan rapporteren, ja dan heb ik daar toch maar naar, naar te schikken. Nou, daar wilde ik nooit in terechtkomen in zo'n situatie. Dus, uh, nou, lang verhaal kort, maar met geld had het dus nooit iets van doen, dat echt met uh, het, de wens... Om eigen ondernemer te zijn en je eigen toekomst in eigen hand. Te hebben. Ja, totaal ongeschikt voor de corporate wereld. Ik hoor het allemaal weer. Hoe moeilijk was dat, die management buyout? Nou, dat, dat was best lastig. Want uh, ja, het ging uh, om een bedrijfsonderdeel met, uh, met vier mensen. Uh, maar de, de besluitvorming binnen zo'n concern is hetzelfde... als bij een bedrijfsonderdeel met 4000 mensen. Dus ja, uh, je moet heel geduldig zijn. Het is de, de directie van staal, daar heb je het mee te maken. Daarna hoofddirectie van Achmea Bank. Uh, de raad van bestuur van Achmea. De ondernemingsraad, de koor... Nou, steeds weer een volgende stap en steeds weer vriendelijk blijven. En steeds kwamen er weer nieuwe, nieuwe eisen op tafel. Want ik had de indruk dat binnen jaar de Raad van Bestuur niet van dit onderdeel af wilde. Het initiatief ging van mij uit. Uh, maar Staal bracht de directie van Staal alsof zij het bedacht hadden. Nou, ik dacht heel prima, des te meer kans maakt het. Maar ja, dan, dan komt het bij die Raad van Bestuur. Ja, ik had de indruk dat daar uh, mensen liever geen afscheid wilden nemen. Maar dat men het zo laat vond. Om, ...om nee te zeggen dat... Nou, men maar iets verzon... ...in de hoop dat die voorwaarden niet uh, aan voldaan kon worden. Dat was... ...en die kwam redelijk laat min, last minute... ...ja, je moet uh, acht ton... Uh, ...los van de koopprijs... ...ik moest uh, mijn spaarpot omkeren... ...en uh, tweede hypotheek op mijn huis... ...en noem maar van alles, Nou, daar had ik geen moeite mee. Maar toen kwam last minute de eis van, uh, van Staal... ...ja, het zijn toch klanten van ons... ...die aan je, jou overgedragen worden... ...en uh, ja, als nou... Heel erg somber eruit ziet in de wereld, dan nog moet je overleven. Dus je moet ergens 8 ton rekening-courant financiering vandaan halen. Ja, en wij verstrekken het niet, want we willen kunnen zeggen dat een onafhankelijke bank het businessplan heeft beoordeeld. en dat positief heeft bevonden. Nou ja. En ja, dat lukt je nooit, want ja, al je geld heb je al gestopt in de koopprijs. Dus dit ga je niet lukken. Dus ik had de indruk, nou, dit is een eis die uh, van hoger rand uh, bedacht is. Maar goed, ik, ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ook wel eens boeiend hoor. Uh, ik, ik had dan een achtergrond bij een bank. Maar nu moest ik zelf een businessplan gaan schrijven. En met banken in gesprek. Nou, dan zie je als ondernemer is hoe echt frustrerend het is. Als je na vier weken belt en je ligt nog steeds onderaan die stapel. Uh, dus het was uh, buitengewoon leerzaam om te doen. En uh, ja, uiteindelijk was het me toch gelukt. Ik had twee uh, offertes. een van uh, Van Landschot en één van cne Bankiers. Die toen nog niet uh, tot hetzelfde concern behoorden. Dus ik uh, ging naar staal en uh, zei: De laatste voorwaarde is ook aan voldaan. Uh, dus dat heeft uiteindelijk wel een jaar, uh, jaar geduurd. 1 april 1999. Heel veel mooie bedrijven zijn 1 april opgericht. Sparta's van 1 april. De Financial Times is van 1 april. Limonios tennisvereniging. In de... <laughs> ja, je, je, je schudt er zo uit je mouw. Hey, en uh, begon het gelijk te vliegen? Nou ja, ja, achteraf gezien, ja, dat, dat is altijd geluk. Uh, dat, dat, dat plan je niet, dat valt niet te timen. 1 april 1999, de bomen groeiden tot in de hemel. Uh, de enige twijfel die ik had, nou twijfel is zwaar uitgedrukt, maar ik dacht wel, gaat het ons lukken als stelletje individuen zonder bank achter je om even makkelijk geld op te halen? Wij worden gefund door, door particulieren, destijds al 2,5 ton guldens. Uh, dus dat zijn best uh, grote bedragen als minimumdeelname in het fonds. Lukt dat als stel individuen even makkelijk als met een bank achter je? Hmm. Nou, als je bij een bank werkt, dan ben je toch wat gekleurd. Dan denk je dat een bank een positief imago heeft. Pas als je weg bent, <laughs> merk je. Hey, het is een voordeel. Want heel veel uh, prospects en, en ook bestaande participanten zeiden van, nou, ik vind het alleen maar een voordeel. Want bij die bank weet ik niet wie er volgend jaar weer op die positie zit. En uh, nu het van jou is, weet ik in ieder geval dat je, uh, al je al je geld erin hebt zitten. Wat wij altijd ook van ondernemers eisen, zoals wij ergens in investeren. Dus het was ja, eerder een, uh, een voordeel dan een nadeel. Dus ja, en het, het klimaat uh, was positief. Dus toen wij in, uh, kort na die verzelfstandiging met ons derde fonds kwamen. Die werd 20 miljoen groot en was het grootste fonds uh, van de drie die we op dat moment hadden. Groter dan die binnen, binnen staal. Dus ja, wat dat betreft het was ook een ideale manier om ondernemer te worden. Ik, en als het mislukt was, die buy-out, dan was ik waarschijnlijk wel gewoon met nul begonnen. Maar ja, het voordeel was, ik nam twee fondsen mee. Er zaten zo'n 70 beleggers, er zaten 10 deelnemingen in. Ik was geen starter. Dus ja, de start hebben we eigenlijk en de, start, de problemen die een starter ondervindt, hebben we binnen staal uh, doorgemaakt. Want toen wij met ons eerste fonds begonnen in 1992, ja, 9 van de 10 mensen die ik benaderde om te investeren zeiden, leuk idee meneer De Boek, maar komt u terug bij het derde fonds en vertelt u <laughs> hoe het met de tweede gegaan is. Wat je als starter altijd ondervindt. Nou, dat hadden wij niet toen we, we zelfstandigen. Dus bewust noemde ik ons... Derde fonds Antea 3 en niet Antea 1, want anders werd ik weer als uh, starter uh, gezien. Want, want als ik je goed begrijp, het moeilijkste is dus het ophalen van het geld, niet zozeer het vinden van een goede besteding ervan. Nou, dat was, toen, dat was toen het moeilijkst. Nu is die markt uh, wezenlijk veranderd. A, funding is niet zo moeilijk meer, want ja, we hebben inmiddels negen fondsen. Dus ja, met je track record van het verleden is het een stuk makkelijker. Dus we hebben een wacht. Een wachtrij, zeg maar, een wachtlijst voor, voor investeerders. Steek je hand in de lucht en er zit 10 miljoen in. Ja, nou ja, bij wijze van spreken, dat gaat relatief eenvoudig. Terwijl aan de investeringskant het een stuk moeilijker is... want die concurrentie is veel groter geworden. Dat is ook wel eens het frustrerende. Als je terugkijkt, ja, mijn beste performance heb ik gemaakt bij ons eerste fonds. Je denkt van, het wordt alleen maar beter door ervaring... Maar de markt was toen wezenlijk anders. Met dat eerste fonds binnen staal, althans het begin lag binnen staal. En we hebben dat nadien onder Antea-vlag voortgezet. Maakte een rendement van 53% per jaar. Maar hoe komt dat? Het, hele, het was nog een imperfecte markt. Het hele fenomeen corporate finance adviseur bestond niet. Dus ik sprak toen vrijwel altijd één op één met een ondernemer. Nou, dat klikte. En wij deden een voorstel. Nou, daar werd een beetje aan geschaafd. En dat was het. Dus de, de prijzen, de waarderingen lagen fundamenteel anders dan nu. Want nu heb je het fenomeen corporate finance adviseur. Een ondernemer huurt een adviseur in als hij wil verkopen. En die adviseur zegt, nou ik ga veertig partijen benaderen en ik laat biedingen binnenkomen en ik kijk wat er komt. Ja, die markt is daarmee perfect geworden. En dat leidt natuurlijk tot hogere waarderingen en daarmee lagere rendementen. Ja. Um, dus ja, dat, dat is een fact of life. Neemt neem niet weg dat die rendementen nog altijd redelijk zijn. En zeker toen de rente op nul stond, ja, was, was 10% rendement uh, natuurlijk ook nog een, uh, een fantastisch rendement. Dat hebben we gemiddeld in de afgelopen 30 jaar gemaakt: 10% per jaar netto voor de participanten, een aftrek van kosten. Dus ja, allemaal al geen. Uh, geen slecht rendement. Afgelopen zomer kwam Max R. in het nieuws. De wonderbelegger die 26 miljoen wist binnen te halen bij 80 mensen. Die beloofde een rendement van zo'n 25%. Is dat iets waarvan je denkt, daar gaan sowieso de alarmbellen van af? Of zou dat mogelijk zijn? Ja, dan moet je naar de concrete casus kijken. Ik vind het op voorhand wel wat. Ik, ik ga goed kijken als iemand roept dat hij 25% kan maken per jaar. Want die doet iets wat, wat mij niet lukt. Dus ja, het is wel iets om, uh, om, om uh, goed naar te, te goed onderzoeken. Als iemand uh, ja, hele hoge rendementen voorspelt, dan moet je je afvragen, klopt, uh, klopt dat verhaal wel? Snap je, dan, snap je dat mensen erin tuinen? Ja, 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 gretigheid. Gretigheid bij vermogende particulieren is, de, de, de honger naar rendement is, is ongekend. Ik, ik verbaas me daar. Heel vaak over dan zie ik weer zo'n uh, verhaal bij jullie of in de krant over. Uh, en kijk eens, uh, nou ja, mijn, mijn favoriete column onderwerp, Harry Mens. Ja, kijk eens wat voor gelukzoekers daar zitten. En, en die er toch in slagen om miljoenen uit de markt uh, te halen. Ja, het is, het is werkelijk verbijsterend. Uh, daar, prik je, daar prik je zo doorheen als je zo'n prospectus. Leest en je, hoort, je, je, je ziet die mensen, de onbetrouwbaarheid straalt er vanaf, en toch uh, weer honderden beleggers die erin, uh, die erin troppen. Maar is, is dat dan echt puur die rendementen waar ze op, op afkomen? Want je noemde net al het al, track record, wat jij nodig had om het allemaal op te kunnen bouwen. Dat, hebben, dat heeft zo'n partij dan niet, zo'n track record, en toch halen ze zoveel miljoenen binnen. Ja, nou is die markt natuurlijk wel veel groter geworden. De, de, de groep vermogenden en het hele fenomeen uh, private equity en investeren... dat is in 30 jaar natuurlijk veel meer gemeengoed geworden. Dus het is voor oplichters wel een stuk makkelijker geworden... en voor charlatans om geld uit de markt te halen dan het 30 jaar geleden was. Ik denk dat dat wel, uh, wel meespeelt. Je gaat veel met, met de rijke mensen om, vermogende particulieren, zal ik het even netjes noemen. En zie je nou overeenkomsten tussen die mensen... Is dat een homogene groep? Uh, nou ja, bij mij zijn ze, of bij, bij Antea, zijn ze homogeen. In die zin, wij, wij hebben alleen maar ondernemers en oud-ondernemers. Terwijl je ook groepen hebt als tandartsen, apothekers, zeg maar, de, de, de medici. Uh, nou, die, die laten zich nog minder, uh, die laten zich nog makkelijker foppen dan, uh, dan, dan die, die ondernemers en die ex-ondernemers. Dus dat is wel een verschil verder. Ja, is, is, zijn, zijn die mensen. Dat vind ik ook het leuk om met die mensen te werken. Dat zijn zo ook wel verschillende, verschillende mensen ieder gesprek. Ik zie altijd, voordat we mensen, iemand toewijzen, dat willen we zelf en dat is ook vanuit de AFM-wijst. Uh, ik, ik heb altijd een intekengesprek met nieuwe beleggers. En dan zie ik in het begin dan wel te, tegenop. Dan denk ik, cool, moet ik weer 90 mensen in, uh, in drie of vier weken uh, spreken. Uh, want dat moet altijd in hele korte tijd, omdat die inschrijvingsperiode kort is en we snel willen, willen toewijzen. Maar die gesprekken die zijn altijd weer zo leuk en zo verschillend. En hele persoonlijke. En daarom wil ik dat ook niet via Teams, dan, dan, dan heb je die persoonlijke klik. Heb je, heb je niet. Uh, ja. Dat snap je ook helemaal niet, toch? Teams, hoe dat werkt. Hè? Je komt binnen met een oude Nokia. Dat, dat is toch helemaal niet. Nou, dan moet ik wel een collega even <laughs> vragen hoe werkt dat. Ja, ik vind een gesprek met Teams, joh. Als iemand zegt: ik wil een kennismakingsgesprek met je. en het moet via Teams, ja, dan ben ik al afgehaakt, joh. Dat is toch geen manier van. van een gesprek voeren met mensen voor een beeldscherm zitten, daar krijg je toch geen, uh, geen band mee. Dan moet ik na, na, na één gesprek of één minuut voor dat scherm moet ik gaan vragen: meneer, hoeveel is uw vermogen? Want dat moeten wij doen, hè? want ik moet toetsen: is het verantwoord als iemand uh, bij ons uh, vijf ton wil inschrijven? Ja, als iemand een miljoen heeft, ja, je moet niet 50% van je vermogen bij Antea investeren. Nou, dat, dat leidt wel eens tot, uh, tot uh, vreemde uitkomsten. Want dan zegt zo iemand van, hè, dat gaat, gaat u toch niet aan? Ik zeg, nou, dat gaat mij wel aan. Ik ga over de toewijzing. Uh, als als uh, bij ons een investering misgaat, dan hebt u slaaploze nachten. En als u slapeloze nachten hebt, gaat u mij iedere dag bellen. <laughs> dan krijg ik, krijg ik zo ook en dat wil ik liever niet. Maar ja, je krijgt uit die gesprekken. Ja, ik weet nog een participant in het laatste fonds. Ja, die, die dan, en dat, dat krijg je niet via Teams, zo'n soort gesprek. Maar die dan na, na een uur zegt: Ja, Robert, nu moet je toch iets persoonlijks zeggen. Ik denk: Nou, nou komt het. Ja, 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 ik heb een kind verloren. Nou, dat is dan twintig jaar geleden al. Maar goed, die man die zit daar blijkbaar. Dat is zo'n wezenlijk. Ik neem met die man dan zijn leven en zijn carrière door. En dat is voor iemand dus blijkbaar zo'n wezenlijk onderdeel van zijn leven geweest, dat hij dat dan in zo'n gesprek deelt. Nou, dat zijn hele persoonlijke uh, gesprekken die ja heel boeiend zijn. Dus nee, nee. Al, ieder mens is, dat vind ik het leuke van dit vak ook. Ten opzichte van bijvoorbeeld investeren in vastgoed. Ja, die menselijke component. Bij ons gaat altijd om mensen, zowel aan de ondernemerskant. als het contact met die particulier, met die, met die uh, Informal Investors. zoals we ze, ze noemen. Overigens, we hadden al twee fondsen opgezet. Toen lazen we in de krant dat die mensen informe Investors zeten. Maar goed, dat, dat is vaak zo. We, we, we doen pre-exits. Komen we misschien nog zo op? We hadden er vijf gedaan in een jaar. Toen lazen we in de krant. Oh, het heet pre-exit. Ja, wij noemden het gedeeltelijke herplaatsingen. Maar goed, dat bek niet zo lekker. Um, en daarom vind ik het ook. Kijk, die, 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 die informal vesten. Dat is iemand van vlees en bloed. Wij hebben geen institutionele beleggers. Ja, met institutionele beleggers. heb je natuurlijk ook geen, uh, geen, geen persoonlijk contact. Dat is, het is puur zakelijk. En wat voor rendement maak je? Terwijl ja, wij kijken. kunnen we die informal investors ook inzetten bijvoorbeeld raden van commissarissen van onze deelnemingen bestaan altijd uit ondernemers en auto-ondernemers dat doen we niet zelf zodanig dat we naast het geld nog iets toe te voegen hebben aan die bedrijven. En dat merk je wij zijn uitsluitend in het MKB actief. Ja, daar merk je dat zo'n ondernemer toch redelijk eenzaam is en het prettig vindt zo'n zo'n klankbord in de vorm van een raad van commissarissen te krijgen. Wij als buitenstaande denken, joh, dat kan je zelf toch ook makkelijk opzetten. Maar dat is toch vaak een ver bed bedshow uh, voor ondernemers... om zoiets op te tuigen. Dus ja, als wij toetreden, dan, dan krijgen ze drie ervaren ondernemers... of ex-ondernemers, waar ze echt iets aan hebben. Ja, En, en nou kan je als uh, vermogende particulier uh, op heel veel plekken terecht... om een beetje rendement te zoeken. En, en mensen die gaan dan naar de site van Antea... zie je daar een keurig uh, professionele website... Die melden zich dan aan voor een inteken, die komen bij jou. Er zit daar een man tegenover, keurig in het pak, daar niet van, maar met een behoorlijk vet Rotterdams accent. Een behoorlijke uitgesproken, eigenlijk totaal anders dan de figuren die je verder bij private equity fondsen treft. Lopen mensen wel eens weg, dat ze denken van oeh, wat is dat voor man? Of werkt het juist tegenovergesteld? Zou kunnen, weet ik niet. Om ja, zo zit Nederland ook in elkaar dat ze dat dan waarschijnlijk niet durven te zeggen. Ja, ik ben wie ik ben. En uh, ja, het zal sommige mensen aanspreken en, uh, en sommige niet. Ja. Als je grijs wil zijn, dan uh, weet ik niet of je of je score hoger is dan dat je wat meer uh, zwart-wit-wit uh, zwart bent. Ja, is met je columns ook. Hè. Ik denk niet dat ik 100% score heb op mijn columns. Ja. En, en waarom denk je dan dat de rest van de uh, private equity spelers van die grijze muizen zijn? Ja, 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 goede vraag, goede vraag. Ja, er ja, zijn die grijze muizen. Ja, ja die, die zijn toch misschien bang dat als je te uitgesproken bent, dat je dan. Uh, en misschien als je met uh, institutionele beleggers werkt, dat dat wat anders uh, werkt. Dat kan ik niet beoordelen, want ik heb nog nooit institutionele beleggers gehad. Maar ik kan me voorstellen dat een institutionele belegger daar meer uh, gevoelig voor is dan een. Een informal investors. Kijk, de meeste ondernemers zijn ook uitgesproken uh, mensen. Dus ja, mijn doelgroep, die heeft daar. Uh, wat dat betreft ben ik natuurlijk echt een populist. Ik kijk wat mijn doelgroep wil, uh, wil horen. <laughs> ja, mijn doelgroep zijn, uh, zijn ondernemers. Uh, ja, en als je institutionele beleggers als aandeelhouder hebt, dan, dan is een, is dat misschien wat anders? Of misschien denken ze ook, joh, we moeten een beetje onder de radar blijven verdienen, heel veel geld. Laten we dat vooral wat, uh, wat, wat doodzwijgen en uh, uit, uh, uit de publiciteit blijven. Dat is ook wel de kritiek natuurlijk op private equity. Van ja, uh, als het moeilijk is en ze worden gebeld door een journalist, dan is het geen commentaar. Hè? Ja, alleen maar met mooie verhalen naar buiten willen, dat, uh, zo werkt het niet. Je zou ook transparant moeten zijn als er uh, iets misgaat. Oké, okay, nou laten we dat gelijk even doen. Ja. Uh, je grootste blieder? Uh, mijn grootste blieder, nou, blieder was het niet, maar wel de grootste teleurstelling uit mijn carrière. Het was geen blieder, want uit dividend hebben we meer dan de kostprijs terug. Maar het mislukken van de verkoop van iCenter, een keten van uh, 32 uh, Apple-winkels, ook een van onze grotere participaties geweest. Uh, zouden we verkopen aan uh, Bob L.T. van uh, Sabon, wel bekend uh, bij, uh, bij Quote. Goed dat jullie het hoge beroep uh, <laughs> tegen, vanwege laster uh, tegen um, Bob hebben gewonnen. Als columnist juich ik dat natuurlijk toe. Hè? Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in, het. Uh, in dit land. Mag wat kosten, maar goed. Ja. In uh, sommige landen was ik natuurlijk al lang uh, onthoofd. Uh, <laughs> als je ziet wat ik zeg over het Koningshuis. Dat uh, was in uh, vele landen niet getolereerd. Dus ik, uh, ik waardeer vrijheid van meningsuiting. Maar die, die verkoop mislukte. En uh, ja, anderhalf, twee jaar daarna ging iCenter uh, failliet. Omdat uh, Apple uh, de stekker uh, draait erop. Zonder dat ze dat echt bewust. Of ooit hebben toegegeven, maar die wilden stoppen met dat hele dealerkanaal En zijn de dealers wat dwars gaan zitten ten faveur van het opzetten van de eigen winkels. Goeie strategie vanuit Apple bezien. Ja, goede strategie. Waarbij uh, ja, in, in Frankrijk hebben ze hetzelfde gedaan. En daar zijn ze door de Franse ACM veroordeeld uh, voor een miljard uh, schadevergoeding. Dus uh, ik heb er alles aan gedaan om. Uh, ook in Nederland voordeel te, te krijgen bij de ACM. Niet dat wij daar nog iets wijzer van werden, want die boete die ging maar. maar ik gun ze het alle slechtste Apple. <laughs> uh, maar helaas, uh, dat ging alleen maar als er een tweede slachtoffer uh, zich wilde uh, melden bij de ACM. En ja, we hebben er een aantal uh, gezocht en gesproken, maar niemand die durfde op te staan tegen het grote uh, Apple. Uh, dus dat was jammer. Dus dat is wel de grootste. Want wij zouden, ja, uh, ik denk dat dat wel openbaar is. Uh, voor 64 miljoen euro zouden wij uh, het verkopen aan uh, Bob Tee. Ja. ja. Als het dan na twee jaar uh, failliet is, dan uh, is dat een, uh, een groot verschil. Dus dat is de grootste teleurstelling wel uit mijn uh, carrière. Maar die is uit, wanneer speelt dit? 2012, of 2013. Dus. Uh, ik heb jarenlang bij een psychiater gelopen. Inmiddels is het wel over. <laughs> wat ik eigenlijk wel de grappigste vind, uh, misschien wel, is uh, de participatie in de Westfriese Pindabranderij. Uh, wat dat vind ik een mooi verhaal, want die directeur die daar zat, die kon niet lezen en schrijven. Nou, niet de, 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 de eigenaar, de, de veropend eigenaar. eigenaar. De directeur groot aandeelhouder, ja, die, 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 die kon niet schrijven. Die man die uh, was analfabeet, Was van mijn leeftijd, dus blijkbaar. Uh, Kwam dat uh, toen ook al uh, voor, je, je denkt meer, oh, dat is uit de jaren 30 en 40, dat mensen uh, analfabeet zijn. Maar uh, <tossimus> ja, ook blijkbaar uh, mensen van mijn leeftijd konden in het hoekje van de klas uh, niet opletten en uh, geen leraar of lerares die het opviel, blijkbaar. Dus die man die is op zijn zestiende bij een, uh, een pindakraam op de een notenkraam op de, op de markt begonnen, en dacht toen hij 19 of 20 was: van joh, dat kan ik veel beter. En die is uh, vervolgens een, uh, een notenfabriek, een producent begonnen. Ja, dus bijzonder verhaal. Ik ja, kan, kan me voorstellen dat ook dat onderhandelingsproces dan bijzonder verloopt. Je kan niet met allerlei documenten heen en weer gaan schrijven. Nee, 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 nee. En dat moet je zorgvuldig doen. Ik heb dat nog gemeld ook bij de notaris. Van joh Pieter, hou er even rekening mee. Want ja, wij moeten niet het verwijt krijgen, dwaling: van joh, ik, uh, ik wist nergens van. Uh, dus dat, dat vereist extra zorgvuldigheid. Nou, zijn vrouw uh, was uh, geen analfabeet. Hij werd omringd door juristen. Maar het vergt wel extra zorgvuldigheid om dat uh, goed te regelen. Ja, klopt. Als je kijkt naar het, de participaties van Antea. Hè, dan, uh, um, daar valt eigenlijk niet zoveel lijn in uh, te ontwaren. Um, waarom is dat? En is het niet eigenlijk veel beter om je toch te specialiseren in bepaalde sectoren? Ja. Nou, er zit geen, geen rode draad in. De, de rode draad is het is MKB. Dus het varieert van bedrijven tussen 20 man personeel tot uh, 250. Dus dat, dat is de rode draad. Uh, we hebben geen sector specialisatie, omdat die partspanten juist spreiding willen. Ja, en de vraag is theoretisch uh, gezien. Uh, dat is in de economie een, uh, een, een veel gevraagd uh, dilemma. Uh, bereik je risicoreductie door specialisatie? ik weet alles van biotech of ik weet alles van ICT en ik ga dan in die sector of bereik ik risicoreductie door spreiding. Nou wij, wij geloven in het laatste. Uh, corona heeft dat bijvoorbeeld ook al aangetoond. Hè? Als we in coronatijd als wij alleen maar in retail en alleen maar in horeca hadden gezeten, die we ook hebben binnen de portefeuille, we hebben nu 16 bedrijven. Ja, als we alleen maar in die sector actief waren geweest, dan uh, hadden we het heel uh, zwaar gehad en. Uh, en, en weinig perspectief. Ja, jij, jij, jij investeert in mkb-bedrijven die uh, een bepaald track record hebben. Lijkt het je nou nooit eens leuk om gewoon een keer geld te steken in een jonge, frisse start-upper? Um, nou, los van het feit of ik dat zelf leuk vind, ja, dat, dat mijn participanten willen dat niet. Um, dat dat een heel ander risicoprofiel heeft en. Ja, ik vind het zelf ook, ook, ook uitermate moeilijk. Kijk, beoordelen, wat is het belangrijkste? Nou ja, dat, dat zeg ik vaker. Het belangrijkste bij selecteren van ondernemingen zijn drie criteria: management, management, management. In het segment waar wij actief zijn, gevestigde bedrijven met een bewezen track record, kan ik die ondernemer beoordelen, want die, die, die heeft een verleden bij die onderneming of elders, want soms trekken we ook ondernemers van buiten aan... als een DGA wil, wil stoppen. Nou, dat is al moeilijker dan een ondernemer die een verleden heeft bij die, bij die onderneming. Maar bij een starter, ja, ik, ik zou niet weten hoe ik daar uh, dat, dat jongetje of dat meisje... van 21 uh, moet beoordelen, gaat die, gaat die een onderneming van, uh, van 30 miljoen... Uh, want het is leuk om, om in die fase waarin je zit iemand te beoordelen, maar... Je moet, je moet sterk groeien, alleen door groei, zeker bij starters, alleen door groei kun je rendement maken. Ja, ik zou niet weten hoe ik die beoordeling uh, moest doen. Uh, ik, ik vind ja, het een soort gok. Uh, breed saaien en dan uh, is er misschien eentje die uh, ervoor zorgt dat je rendement niet bij 10% blijft steken, maar weer eens naar die klassieke 53% gaat. Ja, dat, dat, dat klinkt leuk vanuit de theorie. Als je, als je ziet de, de rendementen die startersfondsen maken... Het is, het is over het algemeen kommer en kwel. Het is meer liefdewerk, open papier en uh, maatschappelijk uh, verantwoord uh, ondernemen. En ESG en uh, duurzaamheid en noem allemaal maar op. Dan dat het rendement technisch interessant is. Ook niet met die ene. Want ja, je moet er geen tien doen waarvan er één. Nee, je moet er misschien wel duizend doen waarvan er één een, een groot succes uh, gaat worden. Dus ja, ik vind het meer gokken dan uh, investeren. Mag ik een heel ander onderwerp aansnijden? Um... Je hebt jouw studie Economie aan de Erasmus Universiteit Koemlaude afgerond. Ja. We hadden het net al even over, over ondernemen met, met jongere mensen. Dat um, daar niet jouw voorkeur ligt. Dat is dan natuurlijk een strategie. Maar misschien ook wel een persoonlijke uh, keuze. Om, ja, hoe doet de jeugd tegenwoordig? Uh, er wordt nu gesproken om Koemlaude als eervolle vermelding af te schaffen. Om burn-outs te verminderen en de prestatiedruk weg te halen bij studenten. Ja... Ja, ik vind dat een absurd iets. Ja. Uh, toen ik studeerde... Uh, werd op enig moment... Uh, ...kon je cijferlijsten op de Erasmus... Kon je zien... ...en dan uh, vroeg jij aan mij van... Jorobé, jij gaat even naar de Erasmus... ...kijk even wat voor cijfer ik heb. Nou, dat is op enig moment afgeschaft... ...want het bleek... ...de buitenlandse namen... ...haalden slechte cijfers... ...en dat zou discriminatie in de hand werken. Dus nou, dat wook hadden we blijkbaar... ...30 jaar geleden hadden we dat al... En ja, nu moet, men, omdat dat pijnlijk is voor degenen die het niet hebben. Ja, ja, joh, ja. Je hebt altijd uh, goede presteerders en uh, slecht presteerders. Ik denk dat die druk niet door cum laude. Ik denk dat die druk vooral van, van ouders komt. De, hoe, waardoor krijgen kinderen uh, burn-outs? Omdat hun ouders uh, niet tevreden zijn met een zeven. En zeggen: Je mag alleen maar thuiskomen met een negen. Uh, nou, ik ken een paar van die ouders. Die kinderen die hebben geen leven. Laat een kind nou presteren zoals ze zelf uh, kunnen en willen. En uh, ga daar niet te veel druk van, uh, vanuit de ouders op leggen. Dus dat is veel meer het geval dan dat dat door Koemlaude. Ik vind het belachelijk dat mensen die Koemlaude die, die op hun diploma, dat dat nu niet meer ineens uh, kan. Uh, absurd. Andere dingen die je absurd vindt. Uh, ik ik vist er een paar. Uit je column, het kwotum uh, voor vrouwen aan de top. Ja, ja diversiteit, ja. Ja, nou diversiteit. Ik heb niks tegen diversiteit. Ik heb niks tegen vrouwen. We hebben vrouwelijke ondernemers uh, aan het roeren bij onze participaties. Alleen ik geloof niet, en dat geldt al als vloek in de kerk. Hè, tegenwoordig, als je maar iets zegt, ik had er een paar weken geleden iets over in het FD gezegd. Joh, ik krijg heel de, heel de gemeenschap krijg ik over me heen. Nou ja, het zal allemaal wel. Ik, ik, het enige wat ik zeg is, ik geloof niet dat het automatisch tot betere prestaties leidt. Als je meer vrouwen in een mannenteam of meer mannen in een vrouwenteam haalt. Ik geloof niet in diversiteit is voor mij niet het verschil man-vrouw. Diversiteit is voor mij, kijk naar karaktereigenschappen. Als ik drie mannen heb. Ik geloof heilig in de in die psychologie, heb je van die kleurenanalyses. Nou, wij hebben drie partners nu. Uh, Pieter, ik en, en Roland. Toen Pieter en ik een derde partner zochten, hebben wij die kleurentest gedaan. Pieter was blauw, dat is analytisch, uh, een beetje conservatief, gedegen. En ik was rood met blauw. Rood is een beetje alpha mannetje, Dominant, ja. Dominant. En, maar ook blauw, dus die combinatie is in mijn vak ideaal. Dus toen hebben we gezegd: ja, we moeten niet iemand met rood of blauw daarbij gaan halen. Dus zijn we naar Roeland gegaan. Roeland is meer een commerciële tijger, oranje. Uh, dus wij hebben meer diversiteit in dat team van drie mannen dan wanneer ik een rode vrouw of een blauwe vrouw erbij had betrokken. Dus ja, diversiteit zit voor mij niet in man-vrouw. Dat zit niet in uh, homo of niet-homo. Dat is voor mij allemaal niet relevant. Ik geloof ook heel erg in verschillende sociale achtergronden. Hè? De zeven vinkjes van Joris Luijendijk geloof ik heilig in. Ga niet uh, allerlei mensen die uh, van hetzelfde gymnasium en dezelfde hockeyclub uh, komen. Zet die niet in het team. Zoek naar mensen met een verschillende achtergrond. Ik geloof ook heilig uh, in, in stapelaars. Uh, ik krijg wel cv's van de headhunter als we uh, iemand zoeken, een directeur bij een deelneming. Nou Dan zeg ik, oh positief, die is begonnen met MAVO, HAVO, VWO. Daarna universiteit, klas, dus een doorzetten. Nou, 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 daar ben je wel. Een van de weinigen in private equity, want die vinden stapelaars niks. Nou, ik vind dat juist heel positief. Dus nou, dat is al wat ik, wat ik zeg over diversiteit. Ja, en als iemand anders dat vrouw onvriendelijk vindt, ja, ik begrijp het niet. En die vrouwen, ik zeg dus, wij selecteren alleen maar op kwaliteit. En ik hoor van de vrouwen bij onze deelneming die zeggen, oh Robert, wat ben ik blij dat jij dat altijd roept. Want ik zou niet het idee willen hebben dat ik hier alleen maar zit omdat ik vrouw ben. Wat dat betreft ik vind Dylan Dilan geweldig dat zij zegt, ik speel niet de kaartvrouw. Ik zit hier omdat ik de beste op die plek ben. Nou, ben ik het volledig mee eens. Ja uh, goed, daar komen we eigenlijk een beetje op de nieuwsgierigheid die ik aan het begin van het gesprek het uh, Want je hebt uh, uh, vrij sterke meningen. Uh, je weet ook dat dat meningen zijn die uh, lang niet door iedereen worden omarmd. Uh, dus je kunt er ook voor kiezen om die meningen voor je te houden. Wat, wat, wat maakt het dat jij het zo belangrijk vindt om jouw stem gehoord te laten worden? Ja, dat is natuurlijk een vorm van ijdelheid en zelfoverschatting. Uh, en, uh, ja, dat heeft iedere columnist natuurlijk. <laughs> ja, je denkt dat de wereld op jouw mening zit te wachten. Het is ook wel voor een belangrijk deel de frustratie van je afschrijven. Hè? Dan uh, ben ik weer ergens over gefrustreerd en uh, dan kolompje uh, en uh, frustratie kwijt. Ik lees ook nooit reacties. Nee, reacties, ja, dat hoor ik wel eens van mijn dochter. Oeh, heb je die reactie op Twitter? Ik, ik ben ook typisch een, een, een man, ik zend alleen op Twitter. Ik gooi het erop, ik kijk nooit naar reacties. Nee, als je naar die reacties kijkt, dan, dan ben je geneigd voor de trein te springen. Maar ja, het is natuurlijk, uh, wat ik zeg, zelfoverschatting en eindeheid... of de wereld op mijn mening zit te wachten. Maar ik geloof uit lezersonderzoek van de quote dat mensen het leuk vinden. Nou, blij, maar uh, als mensen het niet meer leuk vinden... Uh, omdat de jongere generatie dat denkt, wat moet die, die, oude, die oude boze witte man, die hebben we nu wel gezien, dan, dan is het ook goed. Dan, 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 stoppen we er, dan stoppen we ermee. Maar ja, frustratie van je afschrijven is wel, wel lekker. En je zegt, ik lees de reacties niet. En af en toe stuur ik wel eens zo'n boze brief aan je ja, door. Ja. Daar lijkt je eigenlijk altijd wel van te genieten. Wat is dat toch? Is dat hetzelfde masochisme dat ter grondslag ligt aan je fanschap van Sparta? Uh, ja, ja, als ja, als fan van Sparta, uh, nou ja, dat is goed voor je karaktervorming, want dan weet je om met teleurstellingen om te gaan, overigens de laatste twee jaar valt dat, uh, valt dat reuze mee. Die frustraties van je afschrijven heb ik ook wel uh, soms naar de directie van Sparta, die stuur ik dan ook wel eens een mail. <laughs> soms helpt dat, dan stuur ik op zaterdagochtend een mail van, uh, joh, ik zou uh, Henk Vreese eens ontslaan, en dat gebeurt dan op zondag, dus ja. Dan heb je toch een beetje het idee van. Goh, zou mijn uh, mail daarbij geholpen hebben? Maar um, nee, ja, het is natuurlijk leuk als je, als je iets schrijft dat daarop gereageerd wordt. Ja, als niemand erop reageert. Ja. Dus het is meer rumor about the brand. Ja, dat lijkt me altijd, uh, altijd goed. Alleen ja, daar weer op gaan reageren. Reageren op reacties. Ja, ik heb wel standaard. Antwoord laat ik mijn secretaresse een mailtje sturen. De heer De Boek heeft als standaard policy niet te reageren op reacties. U kunt zich melden bij de heer Van Ries van de quote. Ja, dus nee, dan willen mensen aan tafel ook. Dan word ik wel eens gebeld, nooit direct, maar altijd via via. Of ik zie een ingezonden brief bij jullie, dat is ook zo laf, onder een anonieme naam. Dan ga ik die naam googelen en dat is een... Een oorlogsmisdadiger, die, die omgekomen is in 1944. En onder die naam wordt jullie een brief gestuurd. Omdat iemand uit de quote 500 zich uh, aangetast voelt. Nou, die laatste PM-mannetje dan uh, zo'n uh, zo zo mailtje sturen. Ehm. Um ja, nou, dat, dat is altijd, uh, altijd goed als er, uh, als er gereageerd wordt. Maar dan, oh, dat wilde ik zeggen, dan, uh, ook soms mensen die me dan bellen via, via, ja, Robert, die en die wil met je aan tafel. Ik zeg, ja, waarom? Ja, om jouw beeld uh, is niet goed en dat beeld moet herzien worden. Ik zeg, ja, nee, joh, als ik met iedereen die ik beledig om tafel moet, dan kom <laughs> ik niet meer aan mijn werk. Uh, niet aan mijn werk toe. Nee, daar begin ik echt niet aan. Bovendien, het heeft geen zin, want ja. Ik ga het toch niet rectificeren. Ja, dat laat ik aan jullie of jullie noodzaak vinden om iets te rectificeren. Volgens mij is het nog nooit gebeurd. Dus, uh, ja, soms ook. Mensen begrijpen ook soms niet wat een columnist is. Hè? Soms zie ik reacties. Paul, kan je die werknemer van je even tot de orde roepen of iets dergelijks? Ja, dan bedoelen ze mij. Of, uh, ja, u hebt geen hoor- en wederhoor toegepast. Ja, ik ga toch niet een column schrijven en dan ga ik het object waar ik over schrijf even bellen en zeggen: Je ook wil dit en dit over je schrijven. Wat vind je ervan? Ja, zo werkt dat niet bij een column. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Dit was een aflevering van Mijn Eerste Miljoen, een podcast van Quote. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering met een nieuwe gast? Uh, abonneer je dan op je favoriete podcast-app of op YouTube, want daar zijn we ook te volgen.